laten zien wat je als sportschool-eigenaar eigenlijk allemaal doet naast dat je training aan het geven bent. Om alvast een beetje de dag te schetsen, zal ik jullie het een en ander vertellen. Ik ben om 7 uur opgestaan. Om 8 uur was de eerste training. Toen heb ik doorgetraind tot ongeveer 1 uur. Daarna heb ik alle spullen gepakt en op dit moment zijn we in de loods. Het is op dit moment 2 uur en we gaan dit papiertje gaan we vandaag hopelijk voor een groot deel afwerken. Ik weet dus ook niet precies wat ik allemaal ga filmen, want dit zijn vrij veel dingen die ik moet doen. Eigenlijk het belangrijkste is dat we heel deze ruimte achter mij corona-proof gaan maken. En de nieuwe ruimte gaan we ook corona-proof maken. En wat ik daarmee bedoel is dat we alles netjes volgens de richtlijnen van het RIVM gaan instellen en neerzetten. We gaan dus de toestellen 1,5 meter uit elkaar zetten. Hier en daar wat schermen ophangen. Zorgen dat de handgel overal staat. Dat er alle instructies voor mensen duidelijk zijn. En noem maar op. Dat zijn dus onder andere de dingen die ik vandaag moet doen. En wat je dus eigenlijk normaal gesproken niet ziet op YouTube. En als je dit nou een leuke video vindt, laat dan alsjeblieft even een reactie en een duimpje achter. Want ik denk dat dit best een unieke video is. Want de meeste mensen denken, hey, ik word personal trainer. En dan ga ik gewoon lekker mensen trainen, schemaatje maken, een beetje chillen, een beetje trainen, leuk, gezellig. Dat is absoluut zo, dat is het ook. Alleen, het is op dit moment zondag. De gemiddelde Nederlander die zit op de bank thuis niets te doen. Vind ik hartstikke zonde van mijn tijd, dus je hoort me niet klagen. Alleen ik wil wel eens een beetje achter de schermen laten zien wat je eigenlijk echt moet doen. En nu tijdens deze corona-periode is het natuurlijk hartstikke druk. Dus ik denk, dat is wel een beetje leuk om een beetje mijn dag te documenteren. Dus als je zeker nog meer van zulke soort video's wilt zien, dan kunnen die gewoon eraan komen. We gaan beginnen. Het eerste wat ons te doen staat is deze ruimte afplakken. Alles netjes op 1,5 meter. Ik heb gelukkig het geluk dat ik niet al te veel toestellen heb staan. En dat het me eigenlijk dus niet heel veel werk gaat kosten. Wat wel leuk is, wat je bijvoorbeeld ook niet achter de schermen ziet, is dat ik hier 3 soorten tape heb. Dit zijn er 2, een normale verpakkingstape, een hele stevige sterke tape en een zogeheten last tape, kennelijk. Dit heb ik op een internetforum opgezocht, want ik wil het niet hebben dat ik heel mijn rubber tegelvloer afplak, dat vervolgens overal lijmvlekken zitten en lijmrest. Want dan ben ik natuurlijk uren bezig met schoonmaken of ik moet heel de vloer gaan vervangen en dat kost natuurlijk best wat geld. Deze tape heb ik uitgetest. Niet op de juiste temperatuur, want het is hier echt wel 27 graden of iets dergelijks. Ik heb dit buiten 3 weken laten zitten op een rubber tegel. Toen kreeg ik het nog heel makkelijk af en het zit ook wel goed vast. Het kan iets beter, maar ja, als het te veel plakt, dan hebben we natuurlijk het probleem dat het lijmresten achterlaat. Dus ik ga eerst maar eens goed kijken wat 1,5 meter is. Dingen uit elkaar zetten. Ik heb wel geluk dat in de andere, in de nieuwe ruimte, dat daar allemaal rubber tegels zitten. En die rubber tegels die zijn allemaal 50 centimeter. Dus het is heel makkelijk om 1,50 meter te bepalen. Hebben jullie ook wel eens van die momenten dat je denkt, wat ben ik hier nou eigenlijk aan het doen? Nou, dit zit erop. Daar is niks veranderd, behalve dat er een wit lijntje nou om mijn dumbbells heen staat. Mijn squatrekken die staan nog hetzelfde, behalve dat er nou een wit lijntje omheen staat. En de roeitrainer en de glute ham die staan eigenlijk op dezelfde plek, behalve dat er nou een wit lijntje omheen staat. Kijk, dit is wel duidelijk. Dat is 1,50 meter, dit is 1,50 meter. Deze afstand moet je houden. Hier zijn we echt verschrikkelijk veel mee opgeschoten. Dit is de volgende ruimte die we gaan tapen. De squatrekken hoeven niet zo moeilijk te zijn. Streepjes ertussen. Roeitrainer spreekt voor zich. Normaal heb ik hier een bankdrukopstelling, maar die is er nu niet. Dus nou ja, dat is ook een kwestie van tellen. 1, 2, 3 tegels is 1,50 meter. Touw moet te doen zijn. Helaas is mijn dumbbellrek er nog niet. Dus ik weet ook niet hoe groot dat rek gaat worden. Dus dat wordt ook een beetje lastig aftapen. En als laatste hebben wij hier een kabelmachine. Ja, die kan ik natuurlijk... Ja, je kan zo'n stuk van een kabelmachine afstaan, maar ook zo'n stuk. Ben je een ledpull aan het doen of ben je een tricep pulldown aan het doen? Dat scheelt natuurlijk wel een beetje. Zo, en deze ruimte is het plakken ook gebeurd. Daar hebben we een vierkantje gemaakt. Hier
hier en natuurlijk bij de squatrekken, dus dat is ook weer geregeld. En dan heb ik twee keer geluk, want ik heb net stickers geplakt op de dakraamschakelaar, zodat het dakraam open gaat, dat we hier verse lucht hebben. Maar zoals jullie zien is deze ruimte niet hermetisch afgesloten. Dus die kant van de ruimte is open. En die kant van de ruimte daarboven is ook open. Alleen deze kant is dicht. Dus dat zorgt voor een goede luchtdoorstroming. Wat een eis is van het RIVM. Dus ten eerste hebben we een luchtdoorstroom. Een goede. En natuurlijk frisse lucht. En dan heb ik een ander mazzeltje. Is dat ik die waaiers daar... Daar zit een zomer- en een winterfunctie op. Die winterfunctie die zorgt dat die de lucht naar beneden draait. En dan kan ik de zomerfunctie aanschakelen. En dan zet je het schakelaartje omhoog. En dan trekt hij de hitte omhoog. Zo naar het dakraam of natuurlijk over deze ruimte heen. Dus dan waait de corona zo bij mij uit de zaal. Dus dat is echt perfect. Deze ruimte is dus helemaal afgeplakt. En nu heb ik achter mij op de grond. Kijk, daar ligt een mooi zeil. Van een prachtig zeil gevonden. Er zitten zelfs van die ogen en zo in. Dat ik mooi touw eraan vast kan maken. En nog een stuk staalkabel zelfs. Kijk. Dus dat is super stevig plastic zeil. En dat wilde ik ongeveer hier gaan ophangen. Eigenlijk boven die witte lijn. Zo mooi aan het plafond vast. Zodat we een mooie scheiding hebben tussen die twee ruimtes. Alleen nu kom ik er toch achter dat wanneer hier je barbel ligt. Kan je er nog wel bij. Je kan nog wel een beetje naar de zijkant toe. Alleen als je barbel natuurlijk niet mooi in het midden ligt. Zoals aan deze kant. Dan heb je eigenlijk helemaal niet zoveel ruimte over. Dan heb je maar zo'n stukje over. En dat is natuurlijk wel heel vervelend. Dat doek gaat natuurlijk wel heen en weer. Alleen, ik kan het wel begrijpen dat het niet lekker is. Want ik zweet nu al, omdat het simpelweg gewoon heet is hier. En ik ben al 2 uur bezig trouwens, om even een update te geven. 1 uur en 3 kwartier met alleen maar de grond afplakken. En als je dan staat te sporten en je zit met je lichaam tegen zo'n klam douchegordijn aan... dat is niet lekker. Dat gaan we gewoon niet doen. Dat gaan we niet doen. Mensen zijn heus niet dom. Die zien prima dat dit 1,5 meter is. En dat je je buurman geen box moet gaan staan geven. Dat begrijpt iedereen wel. Voor puntje 4 op de lijst heb ik deze map bij me. Dit is een stapel met lamineerpapier. Ik heb ook mijn lamineermachine bij me. En als je iets lamineert, dan wordt dat zo. Dan wordt dat hard, dan blijft dat netjes. Ik heb hier een lijstje gemaakt, want stom genoeg kan ik dit gewoon niet vinden op internet. De overheid wil heel erg helpen met verplichtingen zoals handdoek, handen wassen, 1,5 meter afstand en weet ik veel wat nog allemaal meer. Vind ik helemaal prima, ik werk gewoon prima mee. Maar die lijst die ik overal heel mooi zie op internet, die heb ik nergens gevonden. Dus ik heb nu een lijstje gemaakt, fysiek contact ten alle tijden verboden. Je kan bij ons alleen trainen als je aangeeft hoe laat je komt trainen en als je hebt gereserveerd. Je moet je handen desinfecteren, noem maar op. Dus die moet ik allemaal op gaan hangen. Overigens doe je dat dus ook als personal trainer trouwens. Daar gaat deze video eigenlijk over. Dingen zoals dit. Je denkt, ik kopieer dat even van internet. Klaar. Maar nee, je moet dit allemaal zelf op Word uit elkaar en bij elkaar zien plakken. En voor je het weet ben je weer een uur verder. En als je wat vergeet, dan hou je niet aan de regels. Dan krijg je €3850 boete. Dus zorg maar dat dit zulke soort dingen kloppen. Bij de deuren, zowel deze als die daar, hangen nu allerlei openingstijden, corona-instructies, voorzorgsmaatregelen en noem maar op. Zelfs aan de binnenkant ook nog. Overal is nu heel erg duidelijk dat er regels zijn, dat we een handdoekje mee moeten nemen, dat we alle toestellen moeten schoonmaken, dat je je handen moet schoonmaken en et cetera. Nu heb ik in de ruimte voor me wel een dingetje. Zoals jullie zien is hier niet mega veel ruimte. Ik heb die kettingen daar liggen, die moet ik ooit nog een keer ophangen. Dat gaat niet meer vandaag lukken. Ik heb daar 3 plekken om oefeningen te doen. Dan heb ik hier in het midden een beetje een vrije trainingsruimte. En daar eigenlijk iets te dicht op het dumbbellrek wat er nog moet komen, staat de Calf Raise machine. Ik verwacht dat het dumbbellrek namelijk ongeveer zo groot wordt, omdat hij uit 2 rijen bestaat. Dus dan heb ik daar weer wat meer ruimte. Die boksbal hier, die hangt eigenlijk een beetje in de weg. Die boksbal heb ik gekregen, dus sorry Lisanne, sorry Rick, als ik jullie beledig, is niet de bedoeling, weten jullie. Ik waardeer het heel erg dat ik die boksbal heb gekregen, alleen hij staat gewoon net in de weg.
die brandslang die daar staat, daar moet ik natuurlijk wat ruimte voor hebben. De touwen die hier liggen, daar heb ik net wat ruimte voor nodig. En die boksbal hangt daar. En dan sta ik aan de andere kant van de boksbal. En dan hebben we hier de kabelmachine die eigenlijk tegen de boksbal aanloopt. En dan heb je hier nog een klein stukje vrije trainingsruimte. Maar daar staat ook die boksbal. Dus dat ding moet gewoon weg. En hij moet niet alleen weg omdat hij in de weg hangt, maar er komt binnenkort ook wat heel groots aan. Dat zijn een aantal toestellen. Er komt er daar een te staan, daar één, dus die Farmerwalks en de touw moet weg. Dan komt er daar nog één, dat dingetje moet weg, die moet weg, want daar komen er nog een paar. En dan komen hier in een kringetje komen er nog een aantal dingen te staan en ja, dan hangt hij gewoon in de weg. En wat natuurlijk al die toestellen en dingen zijn, dat zien we natuurlijk een keer in een volgende vlog. Deze slambals, die ballen. Ik had een oude set en ik dacht met mijn goede gedrag, laat ik die eens even opblazen. Want die dingen worden na verloop van tijd zacht. Dus ik prik mijn compressor erin en ik druk gelijk het ventiel door de bal heen. Dus die was lek. Dus ik denk, dat gaat me geen tweede keer gebeuren. Dus ik doe een beetje olijfolie op dat ding. Ik prik hem bij de volgende bal er weer in. Die ging prima, dus bij die bal daarna doe ik het weer. Hoppakee, weer lek. Dus slamballs even tellen. Die ga ik opnieuw bestellen. Dat is ook allemaal zo gebeurd. Moet ook allemaal gebeuren natuurlijk. Zeker als mensen voor zichzelf willen starten, gaan starten en deze video misschien aan het bekijken zijn. Deals zoeken en bellen. Altijd vragen of het goedkoper kan. Kan bijna altijd. En echt alle websites echt gewoon afgaan. Want je kan echt heel veel geld besparen. Volgende op de lijst. Er staan nog 2-3 belangrijke dingen op de lijst. Facebook reclamevideo's schieten, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Daar moet ik er eigenlijk 4 van maken. Dat gaat in deze staat niet echt. Het is eigenlijk ook wel een beetje heel vervelend dat ik niet van tevoren erover na heb gedacht dat al die witte strepen natuurlijk nou op de reclamevideo te zien zijn. Dat nodigt niet echt uit. Maar goed, dat is niet anders. Maar dan moet het ook wel opgeruimd zijn en dat is het totaal niet hier. Dat gaat ook niet, omdat ik nog niet alle dingen heb gedaan die ik moest doen. Dus die video's kan ik niet schieten. Dan had ik een tijdje geleden op mijn Facebookpagina had ik een superleuke actie. Ik had een squat challenge. Mensen moesten zo vaak en zo snel mogelijk squatten in 1 minuut. En dan konden ze een maand trainen in de nieuwe ruimte winnen. En de troostprijs was een sixpack corona. Dus eigenlijk moet ik die vanavond nog even afgeven. Maar aangezien het op dit moment ongeveer precies 5 uur is, gaat dat niet meer lukken. Want ik moet nog wel even een klein stukje rijden. Dus dat gaan we niet doen. Wat ik dus nu als laatste wel moet gaan doen, dat is nog zelf trainen. En ja, het is wat ik al zeg, tijd is tijd. En dat is altijd echt heel lastig als je voor jezelf werkt. Helaas heeft onze lieve heer een gigantisch grote fout gemaakt. En dat is dat de dag maar 24 uur duurt. Die had gewoon 48 uur moeten duren. Maar op deze manier kan ik nog niet open. Er liggen allemaal zooi op de grond. Mijn bank daar ligt helemaal vol met zooi. Dus dat gaat nog niet. Dus deze video krijgt misschien een vervolg. Als jullie het leuk vinden, dan kan je eens eindelijk een beetje zien hoe en wat. Wat er eigenlijk achter de schermen gebeurt. Ik ga dan wel even trainen. En daar gaan we nog wel het een en ander van filmen. Eerst naar huis, even snel eten. Dan weer terug, dan trainen. Dan even administratie doen. En dan morgenochtend gaan we gewoon weer verder. En dan is het helaas nog niet af. Maar ja, die dingen gebeuren. We gaan door naar de training gelijk. Het is inmiddels 7:30. Ik ben net even thuis geweest, gegeten. Ik ben helemaal kapot. Maar we gaan even lekker starten met trainen. Even kijken hoe het gaat. Vandaag op het programma squats. Gewoon normale squats. High pin squats, dus met op de safety pins. Dan hebben we high box squats. Die 2 doe ik om een knelpunt in mijn squat weg te werken. En als laatste speed deadlifts, oftewel gewoon snelle deadlifts. We gaan eens even kijken hoe het gaat, maar in ieder geval is even lekker vlak. ...172,5. Kijk of ik dat zo kan. Kijk eens. Mix.
Zoals jullie zien gaat die 172 logischerwijs mij nog redelijk makkelijk af. Aangezien ik pas 200 heb gedaan. Nu heb ik een iets ander programma. Ik heb mijn squat doelstelling gehaald. Dus ik ben een beetje aan het wisselen om simpelweg weer wat fitter, wat gezonder te worden. In plaats van altijd alleen maar die hele lange rustpauzes en mijn maximale kracht echt op te bouwen. Dus ik wil nu die 200 squat, vind ik gewoon een mooi getal, ik ben daar tevreden mee. Die wil ik eigenlijk de komende periode houden. We hebben net mijn primer gedaan met 172,5. Dit is slechts 120 voor 8 herhalingen. En wat ik heel leuk vind om te zien, nu ik net dit nieuwe programma heb, is dat ik echt verschrikkelijk slecht ben in 8 herhalingen maken. Ah, man. Ik heb natuurlijk altijd maar echt puur op kracht gefocust. 3 herhalingen, 5 herhalingen, series van 1. En nu moet ik 8 doen, 4 rondes. Ah, wat zie ik daar toch tegenop? Toch loodzwaar voor mij, conditionele werk, maar alleen maar goed om daar komende tijd weer wat meer op te gaan focussen. Hier achter mij heb ik de high pin, zoals jullie zien, squat heb ik klaargezet. Die doe ik omdat er in mijn squat echt een overdreven sticky point, ik weet even de Nederlandse benaming niet, knelpunt zit. In ieder geval, moraal van het verhaal, als ik naar beneden squat en ik kom een centimeter of 20 omhoog, dan zit daar precies een punt waar ik net doorheen moet. En zodra ik er overheen ben, dan gaat de oefening eigenlijk weer stukken beter. Dus deze bar die zit daar zodat mijn knieën precies in de hoek zijn waar het voor mij zwaar is. Dus dit gaat ook weer een heerlijk zware oefening doen. Gelukkig maar 2 setjes. Het is allemaal assistentiewerk, dus we gaan gewoon gelijk weer beginnen. Workout zit erop. Ik hoop dat jullie dit een beetje een interessante video vonden, want dan kunnen we er gewoon meer maken natuurlijk. En laat het even horen als dat zo is. Ook hartstikke leuk vinden natuurlijk. En als je nog niet was geabonneerd, dan wordt het nu de hoogste tijd. En als je wel was geabonneerd, maat, dank je. Ik zie jullie allemaal bij de volgende video.